Je hebt een deel van de, want ze heeft een slachtofferverklaring afgelegd. Sarah, de zus van Bart van Uur, de zus van Louise. Zou je een stukje kunnen voorlezen? Ja. Heb je meegenomen? Ja, ja, we hebben de slachtofferverklaring, die is uiteraard vandaag voorgelezen. Die is ook vrijgegeven, dus we mogen daaruit uit citeren. Dat mag van de familie. Even ter inleiding van dit fragment. Bart van U die heeft een aantal jaar gewoond bij zijn zus, bij Louise. Hij kon op een gegeven moment de hypotheek niet meer opbrengen. Ze deelden dat appartement, hadden allebei een hypotheek. Kon de hypotheek niet meer opbrengen en toen heeft Louise heeft hem geholpen. Heeft die hypotheek overgenomen en hij mocht daar gratis blijven wonen. Dus ja, was heel behulpzaam geweest. Als dank voor dank zou je kunnen zeggen is hij daarna vermoord. Dit is de spreekrechtsverklaring. Ze was vol plannen en haar moodboard voor de verbouwing van haar huis hangt nu nog aan de muur. In haar plannen was ook plek voor haar broer, zodat hij niet op straat zou komen. Want een broer laat je niet in de steek, die biedt je onderdak. Hij zou een eigen mooie ruimte krijgen met een nieuwe badkamer en keuken. Op die zaterdagochtend is ook een definitieve streep gekomen door deze plannen. Wij moeten verder leven zonder onze oudste dochter en zus. De neefjes en nichtjes moeten verder leven zonder hun supertante Louise. Definitief, voor altijd, levenslang, met angst voor herhaling. De president heeft haar onderbroken op een gegeven moment. Dit is een klein deel van haar slachtofferverklaring. Toen heeft de president van de rechtbank gezegd, nou, oh, je gaat nu te ver. Ja. Waarom ging ze in de ogen van de rechtbank te ver? Ja. Zij vertelde op een gegeven moment dat de familie het gevoel heeft dat deze moorden te voorkomen waren geweest. Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Er zijn grote fouten gemaakt door politie en justitie. Er is geen DNA afgenomen bij Bart van U na een eerdere veroordeling. Was dat wel gedaan volgens de regels? Dan was in ieder geval één van die moorden voorkomen kunnen worden. Hij heeft heel vaak aan de bel getrokken bij de politie, bij gevangenissen, om alsnog vastgezet te worden, om die eerdere veroordeling uit te zitten van 3 jaar. Was dat gebeurd? Dan was hij van straat geweest. Kun je ook stellen dat die moorden voorkomen waren. Nou, dat was ze aan het vertellen. Wij hebben als familie, zei zij, het gevoel dit had allemaal voorkomen kunnen worden. En dat blijkt ook wel uit dat rapport van die commissie die vorig jaar onderzoek heeft gedaan. En op dat moment zei de voorzitter van de rechtbank, ja, ik moet u onderbreken. U mag in uw slachtofferverklaring alleen vertellen over datgene, het directe effect van deze misdrijven op uw leven. Nou, dat is dus voor interpretatie vatbaar. Absoluut. Want als jij als zus, als slachtoffer ook zegt, nou, doordat mijn zus is vermoord door mijn broer, ga ik me wel afvragen of dit voorkomen had kunnen worden. Ja. Dat is een direct gevolg van de moord op haar zus. Dus klopt. Ik snap die onderbreking niet goed. Nee, niemand eigenlijk in die rechtszaal. Er ontstond ook allemaal rumoer. Mensen dachten, ja, wat gebeurt hier nou? Maar die rechter zei, ik trek hier een lijn en ik wil niet dat u op dit aspect van de zaak ingaat. Formeel is dat misschien juist, hè? De regels zijn dat je als slachtoffer alleen over directe gevolgen van jou mag praten. En dit is misschien een afgeleide daarvan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik was stom verbaasd